In het laatste deel van het tutorial ga ik de hals met de schroefdraad definiëren. En dan begin ik eerst met een boss extrude. Dus een massieve boss extrude waarbij ik de diameter haal uit de referentieschets van de hals. Dan geef ik vervolgens aan de onderzijde een fillet van een millimeter. En dan shell ik de hele vorm. Dus nu heb ik een holle fles gecreëerd met een wanddikte van 1 mm. Nou, vervolgens begin ik met die flens waar de spuitgietblaasfles mee vastgehouden wordt. En daarvoor gebruik ik ook weer als contour een schets in het frontplane, maar de geometrie die gebruik ik uit de referentieschets van de hals. Die geef ik ook weer een fillet, een afronding. En dan kan ik beginnen met de schroefdraad. En als ik dan even inzoom in het vooraanzicht, dan begin ik met het definiëren van een plane van op de hoogte van waar de schroefdraad begint. En dat plane dat ligt coincident met de onderkant van die vorm van de schroefdraad. En vervolgens ga ik een helix tekenen, dus een spiraal schets. En die bestaat uit een cirkel. Dus op dat plane schroef teken ik een cirkel die coincident maakt met dat hoekpunt. En als ik dan die helix feature even open, dan kun je daar de pitch aangeven. Dus dat is de afstand tussen twee omwentelingen van die spiraal. Ik kan aangeven van hoeveel omwentelingen die moet maken. Dus die heb ik in dit geval op 1,5 gezet. Je kunt ook aangeven op welke startangle van die cirkel die moet beginnen. En omdat ik wil dat die bij die contourschets straks begint, heb ik die ingesteld op 270 graden. En vervolgens kun je aangeven of die welke richting die op moet draaien. Dus dat is hier bij reverse direction. Dus hij staat nu op de richting die pijl naar boven toe. Maar als ik deze zou uitvinken, dan zou die naar beneden gaan. En je kunt ook aangeven of die met de klok mee of tegen de klok in moet lopen. Nou, verder kun je ook beneden nog iets aanvinken, taper helix. Maar daar kom ik straks op terug. Want daarmee kun je zorgen dat die diameter, dat die eigenlijk naarmate die omhoog gaat, dat die terugloopt. Dus dat die naar binnen gaat lopen, die helix. Maar daar komen we bij de in- en de uitloop van de schroefdraad komen daarop terug. Als we die helix vervolgens gedefinieerd hebben, dan kunnen we de schroefdraad zelf modelleren. En dat doen we met een sweep functie. En die sweep die bestaat uit een contourschets. Dus die is hier in blauw te zien. Nou, die contourschets die is ook weer overgenomen, die vormen uit de referentieschets. En vervolgens, als ik die sweep open, dan is dus die schets te zien, die contourschets. En vervolgens is als pad die helix gekozen, dus dat is die spiraal omhoog. En dat betekent dus dat het resultaat daarvan de schroefdraad is, alleen hier is wel te zien dat er nog geen inloop op zit op de schroefdraad en geen uitloop. Dus die moeten we vervolgens gaan definiëren. En dat worden ook weer twee nieuwe helixen. Of twee nieuwe sweeps eigenlijk. Voordat ik die sweeps van de in- en de uitloop ga definiëren, wil ik eerst nog een surface offset aanmaken. Die inloop, dat wordt namelijk een sweep die hier gaat lopen, maar die loopt de fles in en die gaat aan de binnenzijde van de fles straks uitsteken. Dus die moet ik weer terugtrimmen. En dat surface wat ik gebruik om hem terug te trimmen, dat is die binnenkant van de fles. Dus ik ga die binnenkant selecteren en dan kan ik bij de surface functies, kan ik surface offset selecteren. En ik heb hem hier al aangemaakt, maar als ik hem even open, dan heb ik dus een surface offset gemaakt, maar op een afstand van 0 mm. Dus ik heb eigenlijk een kopie van dat binnenoppervlak
gecreëerd. En die ga ik later gebruiken om die helix aan de binnenzijde van de fles mee af te snijden. Nou, vervolgens heb ik aan de onderzijde weer een helix gedefinieerd met diezelfde diameter. Maar als ik deze open, dan heb ik hem in plaats van 1,5 revolution, heb ik hem 0,2 revolution gegeven. En hij loopt dit keer de andere kant op, dus counterclockwise. En hij loopt ook, ik heb die reverse direction uitgevinkt, dus hij loopt in dit geval naar beneden toe. Verder heb ik ook de taper helix aangezet, dus dat betekent dat hij langzaam eigenlijk naar binnen loopt. En dat heb ik een hoek gegeven van 70 graden. Dus dat betekent, als ik dat in het bovenaanzicht even bekijk, dan zie je ook dat die helix naar binnen de fles inloopt. Nou, vervolgens heb ik daar een sweep weer meegemaakt. Dus weer met diezelfde contour die ik ook in de vorige helix heb gebruikt. Of in de vorige sweep. En het resultaat is dus een inloop van die... Even kijken, waar is die te zien? Ja, hier is die inloop te zien van de schroefdraad. En die loopt dus de fles in. Dus die is hier aan de binnenkant te zien. En dit stuk moeten we er straks vanaf gaan snijden. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst nog de uitloop van de schroefdraad definiëren. En dan begin ik eerst met het definiëren van een nieuw plane. En dat plane dat zit precies ter hoogte van die hoek, van het onderste punt van het einde van de eerste sweep. En dat plane dat gebruik ik weer voor het definiëren van de volgende helix. Dus die start ook weer met een cirkel. En op dat hoekpunt, dus op dat plane. En als ik die helix dan open, dan is dat ook weer een helix die naar binnen loopt en 2/10 revolution maakt. En ook weer een taper helix met 70 graden naar binnen lopend. Nou, die sweep die van de uitloop, die ziet er dan als volgt uit. En die is ook weer aan de binnenkant zichtbaar. En vervolgens snij ik die af met een surface cut. En als ik die even open, dan heb ik daar dus die surface offset voor gebruikt. Die ik eerder had aangemaakt. Dus die stond daarboven in de tree, de surface offset 1. Dus daarmee heb ik nu die vorm afgesneden. En dan ben ik bijna klaar. Dan geef ik alleen aan de bovenzijde van de fles geef ik hem nog een kleine fillet. En dan is de hele fles klaar. Dus als ik even de referentieschets uitzet van het frontaanzicht, dan is dit het eindresultaat geworden.